Wow. Die zijn extreem bang op honderden meters afstand. Dat zijn nog de echte wilden. Yes. Ha, die kunnen we beter zien. Kijk eens even hier. De hopbellen. En ze komen nu heel mooi uit. En je ziet het, ze groeien al helemaal tot bovenaan. Wat een verschil met in de avonduren. Kijk, en deze. Er worden eventjes twee video's bij elkaar gezet. Wow, kijk, die is al helemaal, want hij was laatst tot hier. Die is helemaal eromheen gestrengeld. En die is dus helemaal letterlijk tot helemaal naar bovenaan gegroeid. En nog een stuk verder blijkbaar. In een hele, hele korte tijd gebeurt dat. Kijk, die hier over de weg heen hangt, of over dit padje. Daar is ook alweer een stuk bijgekomen. Kijk, en het zal me niet verbazen, want ik was hier gisteravond ook. En toen kwam die tot daar. En nu is dit stuk er weer bijgekomen. Dus het gaat echt een aantal centimeters per nacht groeien die dingen blijkbaar. Ik heb dat eens een keer gezien met die hopbellenstruiken, dit dus, dat ze dus die letterlijk aan een draad gingen doen en dat ging naar boven en dat ging dus de andere kant helemaal heen. Dat was ook wel mooi op die velden. En dan kwam er zo'n machine en die klikte dat boven er allemaal af en toen hadden ze in één keer zo'n hele trailer vol met hopbellen. En dan gingen ze natuurlijk bier maken, weet je. Oh. Gaaf, hier hangen ze ook weer. Kijk. Allemaal gestrengeld eromheen, jongens. Oké, geen dieren. Ik ga er niet vanuit dat er hier nu op dit tijdstip wat zit. Ja, kijk, onderwaterplanten. En je ziet het, dit riet hier, dit hele stuk, is erbij gekomen. Want, oh, hier, deze kant ook, kijk. Kijk of de geocache teruggeplaatst is. Nee, nog steeds niet, er zit een spinnenweb op. Dus die zal ook wel niet teruggeplaatst worden, denk ik. Oké dan. Zal ik alleen eventjes te kijken waar dat geluid nou vandaan komt? Oh, hier. Daar zwemt hij. De meerkoet. Nou, dan gaan we maar weer terug. Er staat gelukkig wel veel wind, dus dat is wel mooi. We gaan eens eventjes kijken, we hebben nog wat tijd over. We weten alleen niet hoe lang de accu nog meegaat. Want we waarschijnlijk zo dadelijk nog even ergens in een klein stukje bos gaan lopen, wat we eventjes gaan verkennen. Ah, riet met een stuk groen erbij. Kijk, dit riet hier begint ook al helemaal uit te drogen. Oh, hier is het een stuk aangenamer. Hier kan de zon niet bij je komen. Echt een geweldige beschutte plek. Alleen, het is nog niet helemaal dicht met groen. Dus dat komt later nog. In de bossen is dat wel al helemaal gesloten.
Kijk, en nu zie je pas wat van jungle het eigenlijk geworden is.